ik heb vorige week telefonisch contact gehad met mijn Sianese ambtsgenoot, de heer Edgel, om de heropening voor te bereiden. Suriname heeft een boord. De boord kan een Waima-boord. Er zijn twee boards of raad van commissarissen. Je hebt de Kanawaima Ferry Services Incorporation. Zij zijn de eigenaar van de boot. En dan heb je de Kanawaima Management Company. Zij zijn degene die de operatie uitvoeren. En deze boards bestaan uit zowel Guyanezen als de Surinamers. De Kanawaima Ferry Services Incorporation. Het voorzitterschap is nu bij Guyana. En van Kanawaima Management Company is dan het voorzitterschap, de president, commissaris dan, een Suriname. Dat is de heer Daniels. En zij bereiden dat voor vanuit Kanawaima Ferry Services Incorporation. Dus dat mevrouw Noordzee. Zij is de directeur transport. En zij zijn in overleg met de Guyanezen, hun collega's, om de heropening voor te bereiden. Mijn collega en ik hebben aangegeven dat we naar een spoedige heropening toewerken. En natuurlijk, de Sandaka wordt in die tussentijd ingezet, wordt ready gemaakt. En er was één aandachtspunt ten aanzien van de Guyanese. Dat was het protocol vanwege ons quarantainebeleid. Zij konden zich daarin niet terugvinden. Dat Guyanese die naar Suriname komen, of moeten komen, dat zij dan een aantal dagen in quarantaine moeten. Terwijl Guyana geen quarantainebeleid heeft. Te begrijpen, want je komt niet naar Suriname om, althans de Guyanese, dat zij wekenlang hier zouden blijven. Maar als het om business gaat, dat je niet zo lang hier in quarantaine hoeft. En wij hebben ook Surinaamse ondernemers die ook hun bedrijven in Guyana hebben. En zij hebben die restricties niet. Dus ik heb met mijn collega minister Amar Ramadan van de Volksgezondheid hierover gehad. En dit nemen wij mee om voor Guyana dan een uitzondering te maken. Op basis van het verzoek dat ze hebben ingediend en het bezwaar dan, dat ons quarantainebeleid dan niet aansluit op dat van hen. En zeker wanneer we praten over de heropening en dat de business op gang moet komen op de traffic, dat dus niet bevorderlijk is. We hebben ook alle begrip getoond, maar ook op basis van het feit dat Guyana code groen is, heeft mijn collega Volksgezondheid aangegeven, laten we dan die uitzondering maken. Dus wat nu moet volgen is ook al gedropt bij het ministerie van Missa. Dat wij via middels diplomatieke nota aangeven hoe ver we zijn. En dat de voorbereidingen dus getroffen worden. Wij hebben gemerkt op volgende week dat het richting volgende week gaat voor heropening. Hangt van de formaliteiten af natuurlijk. Maar beide boards zijn nu bezig met de voorbereiding voor de heropening. En een ander gedeelte dat speelde, ik denk dat u dat ook bedoelt. Guyana had gevraagd om een formeel schrijven dat Suriname aangeeft dat die Kubanen weg zijn vandaar. En dat is, als ik het goed heb, moet dat even dubbelchecken met mijn collega Bisa Dibis. Die heeft dus ondertussen contact gehad om aan te geven dat de kwestie Cuba bij de Kanawaima, dat die kwestie is opgelost.